Zit samen wonen in de planning. Jullie hebben mij dus genomineerd als merk van het jaar. Als dit weer achter de rug is, voel ik me echt zo opgelucht. We gaan naar een huis kijken. Het doet fucking pijn. Morgen, het is vandaag maandag en Pasen. Iedereen is er vrij, maar ik ben even aan het werk. Best wel veel dingen die ik af moet werken, zoals mijn administratie voor het kwartaal en voorbereiding voor mijn Linda-dag morgen en dat soort dingen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik hoop dat ik straks nog even wat zon mee kan pakken. En ik heb een nieuwe jurk aan, dus die wil ik jullie even laten zien. Deze is van Baum und Verdkarten en het is een dun breisel. Dus het zit heerlijk en vormt zich dan heel mooi naar je lichaam ook wel. Tadaa! Heeft een hele fijne lengte ook. En ik vind deze bandjes heel mooi, zo dun. Ik ben thuis te werken en Jordi en ik doen nu even een paasontbijt brunch break. Het is al 1:30 of zo, we hebben nog niks gegeten. En kijk hoe lekker alles eruit ziet. Wel pannenkoekjes, 1 croissant die we delen, crackers, avocado, hummus, zeezoutboter, sinaasappelsap. Lekker. Still working. Het gaat wel echt goed. Ik ben denk ik nu op 60% van mijn administratie voor Q1, dus dat scheelt. Als dit weer achter de rug is, voel ik me echt zo opgelucht. Ik denk dat ik nu heel even naar buiten ga om even wat frisse lucht te krijgen en wat zonlicht mee te krijgen. En dan kan ik daarna weer knallen. Hoe lang kunnen jullie altijd op één plek zitten tot je echt helemaal gek wordt? Ik kan best wel lang blijven zitten, moet ik zeggen. Dat is denk ik wel een kracht. Goedemorgen, het is woensdag. Gisteren was ik de hele dag bij Linda. Ze hebben niks gefilmd en ik heb een muggenbot op mijn oog. Het is zo irritant. Het is vroeg, ze zijn aan het verbouwen, zowel voor als achter mijn huis. Dus ik word elke dag heel vroeg wakker. Vandaag was ik 6:15 of zo wakker. Ook wel door het licht en omdat ik buikpijn had. En toen dacht ik, ga ik even mijn gelegenheid gebruiken om te gaan sporten in mijn nieuwe superheerlijke legging. Ik heb allemaal leuke sportkleding geshopt. Verder is het heel lekker weer en ben ik met Pasen de hele tijd veel aan het werk geweest en in het weekend en dat soort dingen. Dus probeer ik even 2 uur naar buiten te gaan ofzo. En nog iets spannends gaat vandaag gebeuren. Hallo, ik heb net gewerkt. Ik ben bij Valentien geweest, mijn foodcoach. Wat altijd super fijn is omdat ze mij heel veel informatie geeft over hoe eten en energie werken en dat soort dingen. En nu staat Jordi heel ongeduldig naar mij te kijken, want heel spannend. We gaan naar een huis kijken. We hebben nog helemaal niks concreet of zo, maar we zaten zoveel tijd op Funda door te brengen dat we dachten, we moeten gewoon eens gaan kijken bij wat huizen om te weten wat voor gevoel we daarvan krijgen en ook hoe zo'n open huis werkt en zo, zodat als er iets is wat ons echt aanspreekt en bij ons past, we niet voor het eerst ooit zoiets meemaken. Dus ja, zit samen wonen in de planning, zou je misschien wel kunnen zeggen. Ik ben weer thuis. Dit huis, ja, dit had nog zoveel werk nodig. Een hele nieuwe fundering en eigenlijk de hele layout was super onlogisch. Dus dit zou echt een mega verbouwing worden en daarmee ook ver buiten ons budget. En ook onze skills, dus dat wordt hem sowieso niet. Maar het zaadje is geplant en leuk om verder te gaan kijken. Nu ga ik racen naar het NH Hotel waar een awardsavond is voor de printpers. En Linda Meijden is genomineerd als merk van het jaar. Ik ben er helemaal niet van uitgegaan dat we dat misschien zouden kunnen winnen. Dus ik heb niks voorbereid. Ik hoop hoe dan ook dat dat goed gaat. Maar goed, dat loopt wel los. En ik zal jullie meenemen in de avond. Dit heb ik aan, een stippenjurk van Another Stories. Beetje feestelijk, maar ook nog wel enigszins relaxed. Zit in ieder geval heel lekker. Nou, we zitten aan de tafel. Hallo, even een kleine introductie. Niels, hebben jullie misschien al wel eens gezien? Jij bent wel eens een Ja. Ik het wel. Ja, ik denk wel een guest appearance event. We zitten te wachten tot het prijzenfestijn begint. En als jullie misschien nog mijn Mercure-domper weten, dan hoop ik nu nergens op. Ik heb niks voorbereid. Deze jurk had ik al. Dus wie weet helpt dat. Dat zou kunnen. En in ieder geval is het een goede avond omdat dit het dessert is. Check dit. Zo lekker. Linda Meijden. Woehoe! Feministische touch waar millennials zich anno 2019 enorm door aangesproken voelen. Linda Meijden is onder leiding van Jaren Michel, waarvan adverteerders onderdeel kunnen zijn om jonge vrouwen te inspireren en te bereiken, zowel via print als social. De winnaar, Linda Meijden.
En het juryrapport. Geen enkel ander mediamerk heeft zo'n spot-on propositie voor jonge doelgroepen. Met influencer Jaren Giels als hoofdredacteur is Linda Meijden snel gegroeid. Linda Meijden is niet bang om een maatschappelijk issue op de kaart te zetten, zoals ze dat met blote titel niet hebben gedaan. Daarnaast biedt Linda Meijden de juiste koppeling tussen print en verdieping online. Binnen het grote geheel van Talpa, we kijken nu die kant op, zal de propositie van Linda Meijden ongetwijfeld nog verder worden uitgebouwd. Heel veel succes en terechte winnaar. Een jaar nu hoofdredacteur en om dan precies deze prijs te winnen is het een gek gevoel. En dit leukste blad voor mij van Nederland maken zou ik niet kunnen zonder mijn geweldige team. Want het is echt een team effort om jonge vrouwen echt weer naar print toe te trekken. Ik ben super trots en blij. Dankjewel. We hebben gewoon gewonnen. Ik ben echt zo trots en blij. Eerste prijs voor Linda Meijden en hij is in de pocket. Dit smaakt nou meer en ik vind het heel cool. Het was zo leuk om met Ilse en Dorien op het podium te staan. En toch een mooie bekroning op een jaar werk. Met een super team en geweldige dingen maken samen. Met zoveel liefde en passie en creativiteit. Dus ik ben helemaal blij en ik ga helemaal gelukkig slapen. Oké, detail. Ik heb dus, omdat ik een jurk aan had zonder BH, voor het eerst in mijn leven tepelstickers opgeplakt. Maar dit zijn gewoon een soort pleisters. Het doet fucking pijn. Ik wil het er niet meer afhalen. Auw. Wat is het voor bullshit? Heb ik het verkeerd gedaan? Het ziet er ook heel debiel uit. Auw. Niet relaxed, niet relaxed. Oké, safe and sound. Ik ga slapen. Met hondels. Hoe erg lijk ik op deze hond. Hallo. Good morning. Het is nu 7:30 en ik heb weer heel slecht geslapen en heel kort. En ik ga lekker even de dag beginnen met wat sport. Ik moet zeggen, ik ben niet een gym lover of iemand die bepaalde doelen stelt of zo. Bij mij is sport en zeg maar het doorzetten en de pijn en zo, daar vind ik echt niks aan. Ik wil gewoon een beetje bewegen om mijn hoofd leeg te maken en met stress om te kunnen gaan en me fitter te voelen. En wat beter in mijn vel te zitten. Maar bij mij werkt het juist zo dat ik geen doelen moet hebben. En dan vind ik het oké om te gaan. Maar als er iemand op mij staat te wachten of ik moet deze oefening 30 keer doen, dan heb ik helemaal geen zin meer. Dus ik doe meestal heel even roeien. Doe ik wat beenoefeningen waarbij je zo uit elkaar en in elkaar doet. Dan ga ik 25 minuten op de loopband of zo. En dan heb ik toch 3 kwartier gesport, denk ik. En voel ik me chill. Ik moet zeggen dat ik eindelijk snap waar mensen het over hebben. En dat ik echt minder onrust en stress heb. Omdat dit echt een manier is om dingen eruit te gooien. En je aan niks anders kan denken dan dat moment. En misschien de muziek die je op hebt of zo. En ik vind het echt wel een lekker tussendoor moment. Dus als ik de dag op die manier begin, dan voel ik me meteen heel chill. Dus dan probeer ik het toch een beetje in te houden. Ik merk dat het voor mij een methode is om andere dingen in mijn leven leuker te vinden, beter vol te houden. En ja, het is echt heel cliché, maar de dingen die ze over sport zeggen zijn dus waar. Verder heb ik ook niet zo heel goed qua eten opgelet of zo. Niet alleen met veel crap eten, maar ook dat ik juist niet genoeg binnenkrijg, wat me echt energie geeft. Dus ik ga daar weer even op letten dat ik echt genoeg ontbijt en lunch en geen maaltijden oversla door drukte of omdat ik gewoon niet erover na heb gedacht en dat soort dingen. Want eten is juist mega belangrijk. We denken vaak, zeker als vrouwen, dat calorieën de dikmakers zijn, maar dat zijn nou net de dingen die ons energie geven. En als je te weinig binnenkrijgt, gaat je lichaam op een gegeven moment alles vasthouden en juist opslaan in vet. Dus dat is ook niet waar. En met, zeg maar, door minder te eten val je misschien even af. Maar het is geen langdurige methode. En zeker ook niet zonder schade aan je lichaam toe te brengen. Ik heb het idee dat juist binnen 8 à 10 uur gewoon 3 maaltijden. En wanneer ik het nodig heb nog wat fruit en nootjes te eten. Dat dat voor mij heel goed werkt. En dat ik dan heel langzaam wat afval of wat strakker in mijn vel kom te zitten. En dat lijkt mij een betere methode. Als jullie hier meer over willen horen, laat het me ook even weten. Maar ik wil niet te veel over lichaam, gewicht, beweging, eten en zo praten. Omdat ik ook denk, ten eerste is alles zo persoonlijk. Je kunt niet 1 methode op iemand plakken. Ieder lichaam en ieder mens heeft iets anders nodig. En iedereen heeft ook andere klachten. Ik had veel
buikklachten, migraines, etc. En dat is er weinig energie en daarom ben ik dit allemaal gaan doen. Misschien heb jij wel een ander doel of iets anders fysieks. En ik wil het gewoon niet te belangrijk maken. Maar ik moet zeggen dat iets gezonder voor mezelf zorgen bij mij echt een verschil maakt. En dat wil ik wel delen. Dus dat. Ik ben op kantoor met Jessie en Evi. Hallo. Hallo. We wachten vol ongeduld op een bank en een tafel en bureaustoelen. En dan gaat er eindelijk een office tour gefilmd worden. Maar het is gewoon... Ja, toch wel echt de bedoeling dat het dan een gefinished en gestaald product is. Met alles erin, want ja, dat zijn toch dingen die een mega verschil van maken. Hier komt bijvoorbeeld een hele grote oranje fluwelen bank te staan. Er wordt nog een hele eethoek gemaakt, dus ja, dus nog heel even afwachten. Maar ik hoop dat jullie het nog leuk vinden nadat jullie al van alles hier hebben gezien. Wij hebben even een gezellige office lunch. Met lekkere dingen, kokosjoghurt, fruit, wat sushietjes, croissantjes. Helemaal gezellig. Verder heb ik een dag waarbij alles in mijn hoofd door elkaar loopt. Ik heb veel Linda dingen om te doen. Zowel een voorwoord schrijven als 5 nieuwe teksten lezen. Als iets anders schrijven en mijn dingen goedkeuren. Dat soort dingen. Oh ja, ik moet wat boekhoudingsdingen afmaken. Waarop ik steeds aan het uitstellen ben. En wat contentplannetjes. Dit is wat ik vandaag aan heb. Een zebra top met pofmouwen. Grijze jeans die ik zelf heb afgeknipt. En zilveren lovertjes. Gewoon een hele chille werklook. Die lekker zit. Ik ben bij Robert. Die mij al jaren voorziet van allemaal mooie piercings. En Evi zit nu op de stoel. Want die krijgt van mij een piercing cadeau. Wat toch wel de leukste cadeaus. En doe jij eigenlijk gift cards? Oh, kijk eens aan. Het duurt nog wel even voordat we Sinterklaas en Kerst... hebben, maar dit vind ik een goede suggestie. Dat gaan wij dus nu in practice brengen. En het wordt waarschijnlijk een hier, hè? Kaartje met hier en hier. Ja. Ze wil ook een vierde kaartje, maar dat vind ik gewoon saai om cadeau te geven. Ja. En ik ga zelf even iets uitzoeken, want deze is bij mij verloren gegaan. Ja, piercen valt echt wel mee. Ik vind het vooral de nazorg die echt een commitment is. Ja. Het piercen zelf is gewoon alsof iemand je even heel hard knijpt. Ja, precies. Maar dan daarna moet je gewoon echt zorgvuldig zijn. Nu gaat hij eerst heel nauwkeurig zijn stipjes zetten bij Evi's oor. Precies de positie te bepalen. Jij doet dit altijd echt met zoveel aandacht. Dat vind ik, kan ik echt waarderen. Helemaal goed. Leuk, leuk, leuk. Heel spannend, hè? 3 seconden, hè? Ja, dat is echt zo. En dan zit hij erin. Hé, hey, deze topper. Ja. Oh my god. Ja, dat gaat. Hij zit, dit was de pijn eigenlijk echt, al, hè? Ik dacht echt, wanneer gaat het komen, maar dit was hem. Nu gaat het ringetje erin. Ja, dat is denk ik altijd. Het is Koningsdag. Ik zit in de trap te wachten tot het stopt met regenen. Wat heb ik vandaag aan? Een fluffy jas, stinglidstop, zebra broek. Gewoon chill. Bedag. Brand, brand, brand in het bordel. Hallo. Ik ben weer thuis, want... Ik had gewoon even geen zin meer in het gekkenhuis. In de Jordaan was het zo druk en iedereen was elkaar aan het pletten. En ik zit natuurlijk in iedereen's oksel als iemand van 1,60 meter zijnde. Dus na een paar uur had ik er wel weer een beetje genoeg van. We hebben lekker Milan opgezocht en Kirsten. Mijn broer en zijn vriendin zijn dat. En Jordi's ouders. En gewoon veel biertjes gedronken en gedanst. En op een gegeven moment gingen we weer van de vierde plek verhuizen. En toen dacht ik, nou, ik ga lekker even naar huis en... sushi bestellen en een serie kijken. Ik zit nu in de verdwijning van Madeleine McCann. Ik ben echt een true crime junkie. Maar ik vind deze niet zo heel spannend, moet ik zeggen. Als iemand hem heeft gekeken, laat me even weten of het nog wat wordt. Dus dat is denk ik mijn Koningsdag. Ik vind het wel chill zo. Ik ga zo nog wat wijn drinken. Helemaal oké. Goedemorgen.
Het is 9:15. Ik heb gisteren eigenlijk niet meer zoveel gedaan. Op een gegeven moment werd het zo druk in de stad dat ik echt helemaal klaar ermee was. En alle duwen en trekken. En nu ga ik sporten en ik heb wat nieuwe sportkleren. Waaronder deze top en deze geweldige legging. Die zo zacht is en best wel heel lang is. Hij heeft echt een hele fijne ribbelstof. En een iets hogere taille. Waardoor je navel echt bedekt wordt. Want dat vind ik altijd zo awkward als die er net zo half tussenuit piept. Ik ben nu zo'n half jaar of zo wat meer aan het bewegen. Dus ik dacht, oké, ik weet dat ik dit blijf doen. Het is tijd om wat mooie, fijne sportitems aan te schaffen. Zodat ik gewoon 2 of 3 keer in de week kan gaan. En meerdere sport-BH's heb, fijne leggings heb. En ik moet zeggen, ik heb nu een aantal nieuwe items besteld. En het helpt mij dus heel erg dat ik zo'n mini capsule wardrobe heb met hele leuke sportkleding. Dan heb ik gewoon helemaal zin om me aan te kleden en daar de hele dag in rond te lopen en dus ook naar de gym te gaan. Dus deze legging is er één van, deze sport-BH is er één van. Deze hebben best wel brede banden en zijn best wel stevig. Ik heb een D, dus ik heb dat ook echt nodig. En aan de achterkant zitten ze zeg maar zo. Wat ook heel fijn is, vind ik steviger dan zo'n rechte achterkant. Zou nog meer support kunnen geven, maar ik heb zelf als het te strak zit en te stevig is, voel ik me een beetje verstikt. Dus dit is wel voor mij de max. Ik zou hem een 4 uit 5 sterren geven voor sport, zoiets. Dan heb ik ook deze geweldige felroze sportlegging gekocht. Die is ook heel tof. Een soort bike short sportbroekje. Een iets langere die ook heel tof is. En nog een zwarte met witte print. En nog een witte sport-BH. Dus ik dacht, ja, ik weet helemaal niet of jullie dit interessant vinden. Dus ik dacht, zal ik dit op een IGTV als een soort what I wear to the gym doen, of toch in een video, of gewoon in een vlog verwerken. Laat mij even weten of jullie dit überhaupt interessant vinden en daar iets van willen zien of niet. Ik ga in ieder geval mezelf verder aankleden en even lekker bewegen. Is mijn kledingkamer echt een bende? Dus dat ga ik denk ik of vandaag opruimen of morgen. Oké, ik ben op weg. Ik moet zeggen dat ik het dus best wel zonde vind om in deze goddelijke legging te gaan sporten, omdat ik hem zo mooi vind. Het is echt iets wat ik als normale kleding zou dragen. En hij was ook zeker niet goedkoop voor een sportlegging. En door al dat wassen en bewegen en zo wordt hij natuurlijk heel snel minder mooi. Maar ja, that's life if you want to be a fit girl. De drempel om daadwerkelijk in de gym te filmen heb ik nog niet bereikt. Maar wat ik eigenlijk altijd gewoon doe is een beetje aanrommelen. Want wat ik volgens mij al vaker zei, puur dat ik daarheen ga is voor mij al het doel. Wat ik nooit deed en wat ik goed genoeg vind. Dus ik wil er niet allemaal prestaties aan hangen, want dan vind ik het niet meer leuk. Ik ben nu bij het werkgedeelte van mijn dag aangekomen. Een heleboel mails aan het doen. Ondertussen luister ik wat oude vlogs. Het is gewoon chill om een achtergrondgeluidje te hebben. En dan ga ik mijn huis opruimen en deze treurige plant leftovers op de een of andere manier uit mijn huis proberen te krijgen. Guys, ik ga de vlog even afsluiten. Doe even een thumbs up als je deze video leuk vond. En vergeet niet je te abonneren, want volgende week vrijdag is er weer een nieuwe vlog. Tot dan, doei!